Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Hoi. Ik heb jou natuurlijk al eerder gesproken en gezien, maar voor de mensen thuis die jou nog niet kennen. Ja. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je hier vandaag op FutureTech? Ik ben Sander ten Brinke. Ik ben .NET ontwikkelaar, senior softwareontwikkelaar bij Arcady in Zwolle. En wat doe ik hier? Ik kom hier een hele leuke sessie geven, of heb ik al gegeven, over Data API Builder, een nieuw product van Microsoft. Dus de mensen die hier niet zijn, die hebben jouw sessie sowieso al gemist. Ja. Wat hebben ze gemist? Wat is Data API Builder, behalve een nieuw product? Wat kan ik ermee? Wat je ermee kan, is... als ik moet kijken, welk probleem lost het op? Dat is een leuke manier om ernaar te kijken. Het probleem dat opgelost wordt eigenlijk is het feit dat wij als ontwikkelaars vaak best wel saaie API's aan het bouwen zijn. Als in, we willen praten met een database. Dat willen we, een frontend moet praten met een database. Dus dan bouwen we een API tussen, om dat een beetje te beveiligen. Maar vervolgens zul je zien dat dat best wel veel werk is om dat allemaal in te stellen. Het opzetten van de repo, het schrijven van de code, architectuurtje eromheen bouwen, databaseverbindingen. Het is gewoon heel veel gedoe voor een simpele database wrapper. Nou, dat is eigenlijk het probleem. Ja. Makkelijke API's kosten nog best wel veel tijd om te bouwen. Nou, wat Data API Builder dus eigenlijk is, is op basis van een stukje configuratie van hoe je het configureert en op basis van jouw database, die kun je mee verbinden, ja, genereert het op runtime de API voor je. Oké, maar daar hadden we toch ook al een product genaamd GraphQL voor? Een klein beetje. Zo, wat GraphQL meer is, is het feit dat jij in de client kan zeggen, ik wil van de server deze data hebben. Dus ik wil een boek met de auteur, maar alleen de naam van de auteur en de serie en het ID van de serie. Kun je heel erg complexe queries schrijven om data terug te krijgen. Ja. Alsnog moet je een server hebben waar GraphQL dan op gaat draaien. Alsnog moet die server moet je zelf schrijven dat die server verbindt met de database. Hetgene is wel mooi van Data API Builder is. Wat je dus krijgt is uiteindelijk de output van Data API Builder wanneer je het start. Het is gewoon een programma dat je verbindt en dan start. Krijg je REST endpoints en een GraphQL endpoint. Dus er zit GraphQL voor je in. Dus het is een uitgebreider product en het neemt nog meer werk voor je uit handen. Ja, inderdaad. Want je hoeft dus helemaal niks meer zelf te programmeren. Het is letterlijk een hele API met heel veel features. Paginering, filtering, zoeken, dat soort zaken. Er zit allemaal ingebouwd. OData, REST, GraphQL. Je kan met meerdere database providers verbinden. Ja, dat kan GraphQL niet. Nee. En hetgene is, dit kan ik allemaal zelf ook wel bouwen. Het inbouwen van paginering is niet zoveel werk. Maar dan gaan we weer terug naar een simpele data API. Wil ik niet zelf bouwen. Dat is gewoon heel veel saai werk. Moet ik onderhouden over tijd. Dus ook, ja, al is het niet heel complex. Je moet het wel blijven onderhouden. En dat moet up-to-date blijven. Hij moet up-to-date blijven. Ja. Dat is gevaarlijk als je dat niet doet. Een Data API Builder installeer je, dan zeg je DAB, dus DAB start. Ja. En dat start dan op basis van jouw configuratiebestand, dat is gewoon een JSON-bestand waar alles in geconfigureerd staat. Dat start dan gewoon een API op. Mooi. En daar kun je dan mee praten. And now, a message from our sponsor. En dat heb jij uitgelegd hoe dat moet en wat de voordelen allemaal van dat soort dingen zijn in jouw sessie vandaag. Inderdaad, inderdaad. Ik heb nog wat extra uitgelegd van dat wordt geïntegreerd met Azure Static Web Apps. Dus als je een Azure Static Web App gebruikt, dat is de Azure Service om Static Web Apps te hosten. Als je dat gebruikt, dan kun je dat ook heel makkelijk verbinden met Data API Builder. Dat je een endpoint krijgt, waardoor jouw frontend kan zeggen, hey, ik wil een lijst van boeken. Ja. Dan gaat hij naar backend/data API/books. En dat wordt dan helemaal voor je geregeld. Dus hoef je Data API Builder niet meer te hosten. Je kan het namelijk ook gewoon on-premise draaien, wat je wilt. Het wordt allemaal voor jou geregeld. Dus dat maakt het heel makkelijk om heel snel apps te ontwikkelen. Hey, en kreeg je een beetje feedback uit het publiek dat dat nu ook mensen getriggerd heeft om hier eens dieper op in Zeker. Te kijken? Ja, ik had een volle zaal. Dus ja. De volste zaal die ik tot nu toe heb gehad. Dus ik zit echt wat te stuiteren van de energie als ik eerlijk ben. Dat was echt heel erg leuk. Mooi. En ik had echt heel veel goede vragen. En mensen die zag je ook echt wel opletten van wow, dit is wel iets waar ik naar op zoek was. Dus dat is echt wel heel erg leuk dat ik daarover kan presenteren. Hey, maar als ik dan toch, en ik ga jou nou een beetje on the spot zetten. Nou, dat mag. Hè? Dan ga ik je een beetje on the spot zetten. Als mensen in jouw zaal het al zo leuk vonden, wanneer gaan we die terugzien in ons SDN magazine? Binnenkort, ik zal eraan binnenkort werken. Dat is een goed idee. Ja, een goed, ik wil sowieso op mijn eigen website, https://stembrinken.nl, wilde ik sowieso hier wat over gaan schrijven. Maar dan kunnen we net zo goed ook in de SDN-kast gaan doen inderdaad. Dat is een goed idee. Top, lijkt me een goed idee. Hey, en wat vind je verder van FutureTech? Echt superleuk. Ik spreek nu zo'n 2,5 jaar spreek ik nu. En toen ik een beetje begon met spreken, vond ik FutureTech ook al heel erg leuk uitzien. En ik vind het echt super cool dat ik hier nu spreek. En het is echt super gezellig. Het is heel goed georganiseerd allemaal. Hele leuke sessies.
super lekker eten, super leuke lunch. Het voelt gewoon super gezellig. Dus ja, ik kom graag weer. Mooi. Nou ja, en niet alleen jij, maar ook de kijkers thuis die hier niet geweest zijn. Ja, kom hier, want je hoort het. Je kunt vragen stellen aan de spreker, interactie met de spreker en met je peers natuurlijk hier op de vloer. Dankjewel voor jouw sessie vandaag. En ja, ik hoop ook jou volgend jaar gewoon weer te zien. Ja, en binnenkort hopelijk in een SDN Magazine artikel. Dat zou leuk zijn, ja inderdaad. Laten we het doen. Dankjewel. Dankjewel. We hope you have enjoyed the show.